Welkom Ram bij jullie maandreading voor de maand april 2022. Dit is voor iedereen die Ram in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Een algemene reading zoals ik zei, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat resoneert, wat past bij je situatie en waar je wellicht wat aan hebt. En laat de rest ook achterwege en probeer het niet passend te maken als het niet passend is. We gaan beginnen met het elfenorakel. Kijken welke boodschap er voor jullie uit mag komen voor de maand april. En Ram, ik vraag jullie om een vraag in gedachten te nemen alvast. Dat kan ook tijdens de reading natuurlijk. Aan het einde van de reading zal ik een engelenantwoordenkaart voor jullie trekken als antwoord op je vraag. Dus we gaan beginnen, universum. Één boodschap voor de Ram. April 2022. Welke boodschap mag er uitkomen voor Ram? En dat was heel snel. We hebben de kaart Wens Verstandig. Wens verstandig als je je liefste wensen in vervulling wilt zien gaan. En wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Hele mooie kaart. Dus weet ook wat je dromen zijn en wees praktisch hierin. We gaan kijken wat de tea leaves voor jullie hebben. Voor de Ram in april 2022. En ik wil mijn kaart altijd eerst nog een keer schudden. Maar kijk, deze wou eruit springen. De ster, een hele mooie kaart. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een waterman. Dit is gegarandeerd succes. Ik stop hem even terug. Een hele mooie positieve kaart. Universum. Nou, en ze willen eruit vliegen. Liefde. Het hart. Diepe affectie. En om iemand geven is de boodschap. Dan hebben we een mand, een basket. En dit heeft te maken met erkenning krijgen, waardering krijgen voor hetgeen je uitzendt. Nog één kaart voor de Ram voor april 2022. Wauw, Ram. Het kan zijn dat je een geheime aanbidder hebt met de vaas. Secret admirer. Iemand die diepe affectie voor je voelt. Liefde voor je voelt. Om jou geeft. Met het hart wat we hier hebben liggen. Universum, uit de volgende stapel wil ik graag ook nog 3 kaarten voor Ram. Voor de maand april 2022. Voor de Ram. Een heldere, duidelijke boodschap hoop ik dat we krijgen, Ram. Nog 3 kaarten voor de Ram. April 2022. Ja, dankjewel. Nog 2 kaarten voor de Ram. Zo, nog 1 kaart voor Ram in april 2022. We hebben de kameel. Blijf volhouden en je zult je problemen overwinnen, Ram. Dan hebben we een roos. En dat is romantiek hangt in de lucht. Ja, dus ik heb zeker het gevoel dat voor een groot gedeelte van jullie inderdaad april een romantische maand gaat worden. Wellicht met een geheime aanbidder die heel veel liefde voor je voelt. Wauw, en dan hebben we hier klavertje 4, four-leaf clover. En dit heeft te maken met je fortuin, met je financiële situatie gaat vooruit. Great good fortune, dus heel positief. Je krijgt erkenning, beloning wellicht, voor je harde werk. Nou, kijk, deze kaart wil al omdraaien. Nieuw begin. Geluk, liefde. Iets, een mogelijkheid, een kans. En een einde van een bepaalde situatie. Een wedergeboorte. Maar ik wil mijn kaarten eerst schudden. En we gaan kijken, misschien dat ze er zo meteen weer uitkomen voor jullie, Ram. Universum, een heldere, duidelijke boodschap voor Ram voor de maand april 2022. En ik wil 3 kaarten voor de energie van Ram. Energie van Ram. 3 kaarten alstublieft. 3 kaarten voor de Ram. Ja, dankjewel. Ja, Ram. Liefde. We hebben hier de ridder van Kelken. Dit kan staan voor romantiek, inderdaad, die in de lucht hangt. Vluchten met iemand, verliefd worden. Iemand tegenkomen en
deze persoon die zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Het kan iemand zijn die een aanbod doet op het gebied van liefde, emoties delen met iemand. En dan hebben we de zon, de mooiste kader, de dek, leeuw, energie. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw of een leeuw zult ontmoeten. Of een geheime aanbidder met het sterrenbeeld leeuw. Dit is de zon, dit is groei, dit is duidelijkheid, dit is vreugde, succes. We hebben hier ook great good fortune. Succes zul je hebben in een bepaalde situatie. Deze kaart kan staan voor kinderen, voor het huwelijk. Dit is de mooiste kaart uit het deck. En we hebben de kaart de magier manifesteren. Dus ik heb het gevoel dat jullie dit zelf aan het manifesteren zijn. We hadden ook hier van het elfenorakel wens verstandig. Dus weet wat je manifesteert. En zorg dat je heldere, duidelijke boodschappen uitspreekt naar het universum of schrijf het op. Heel intelligente energie. Gooit al zijn talenten in de strijd om zijn doelen te bereiken. En ik heb het gevoel dat jullie hier mee bezig zijn. Je werkt hard aan hetgeen dat je wil. En dat is hier de zon, het geluk en liefde. Onder op het dek, ja, je staat voor waar je in gelooft. Je geeft duidelijk je grenzen aan met de staven 7, vuurenergie. Jullie eigen energie, ramleeuw, boogschutter. Heel mooi. Wauw. Wensen die in vervulling gaan. De 11-11 kaart ligt daaronder bij de algemene energie. Dit staat voor het huis, dit staat voor het huwelijk, wederom. Dus een hele mooie energie, ram. Waarom ligt hier de ridder van kelken van de ram? De ridder van kelken. Ridder van kelken. Ridder van kelken. Ridder van kelken. Soulmate energie, de kelken 6 komt hier uit. Dit kan iemand zijn uit je verleden waar je mooie herinneringen aan hebt. Maar dit kan ook een soulmate zijn. Je voelt instantly eigenlijk een hele sterke band met diegene. Dit kan een liefde op het eerste gezicht zijn met die ridder van kelken. En dan hebben we, dit kan iemand zijn die je wellicht kent uit je kindertijd, ook met de kelken 6. Dus van lang geleden waar je nog herinneringen aan hebt en die je nu wellicht weer tegenkomt. En dit kan ook zijn op het moment dat je buiten bent, een sociale activiteit, vreugde. Erop uit bent met vrienden, dat je dan iemand inderdaad weer terugziet, iemand van vroeger, of inderdaad de persoon waar je gewoon meteen een hele sterke connectie mee voelt. Koning van Pentakels, het kan een stier, maagd, steenbok zijn. Iemand die succesvol is. Dit is iemand die al succes behaald heeft in zijn leven, heel erg praktisch, denkt met beide benen op de grond staat. In zijn kracht staat. Stabiliteit is heel erg belangrijk. En ook financiële stabiliteit. Waarom ligt hier de zon? En ik heb ook het gevoel dat het jullie energie kan zijn. Met die koning van pentakels. Je zet praktische stappen. Op een praktische manier. Bekijk je de situatie. En het kan zijn dat de persoon die je tegenkomt. Een soulmate energie. En dit kan die geheime aanbidder zijn. En ja, je hebt een gevoel van, ja, dit brengt me stabiliteit. Zekerheid. Dit is iemand die kan vertrouwen. Waarom ligt hier de zon? Waarom ligt hier de zon? Voor Ram, de zon, universum. Waarom ligt hier de zon voor Ram? Ja. Ja, je kunt te maken hebben met een boogschutter, een leeuw. We hebben de koning van staven, jullie energie. Op je doel afgaan, een nieuw avontuur willen aangaan. Heel veel passie voelen voor hetgeen dat je doet. Of voor de persoon waar we hiermee te maken hebben. Je staat in je kracht. Heel temperamentvol, heel veel passie voel je. En met de gematigdheid, dit kan een energie zijn van healen. Dus het kan zijn dat jullie een periode hebben gehad van healen. Dit kan ook een periode, of dit kan ook een advies zijn van hou je in. Probeer geduld te hebben in de situatie. Laat het op je afkomen. Dit is ook ja, bescherming vanuit je engelen, je gidsen, vanuit het universum.
En dit is balans. Je wilt balans in een situatie, geluk. En je hebt je neemt de controle terug. Er komt duidelijkheid ook, mocht er onduidelijkheid zijn. Door inderdaad rustig te blijven, kalm te blijven, zal er balans komen in je situatie. En ja, we hebben vreugde, geluk hier liggen. Je passie achterna gaan. Waarom ligt hier de magier voor de ram? Waarom ligt hier de magier voor de ram? Wauw. Oh. Het rad van fortuin, divine timing, het lot. Nieuwe reis maken in je leven, een nieuwe fase ingaan. En inderdaad, groot fortuin hebben we hier liggen. En dit is ook een kaart, het rad van fortuin. Sterrenbeelden hieraan gekoppeld zijn de stier, leeuw, waterman en schorpioen. Een keuze maken met de geliefde. Dit heette vroeger de keuze, deze kaart. Dus je gaat een keuze maken in de liefde. En daarbij, dat ben je aan het manifesteren. Je bent die nieuwe liefde, of in ieder geval een keuze maken, iets afsluiten en iets nieuws beginnen, een nieuwe fase ingaan. En je wil een overwinning behalen. En dat is hetgeen waar je voor gaat. Ook erkenning krijgen vanuit je omgeving met de staven 6. En dat hadden we hier liggen, hè? Erkenning en beloning voor je harde werk. Mensen in je omgeving, je familie, je vrienden zullen ook naar je opkijken inderdaad. Want de doelen die jij wil manifesteren, die zul je manifesteren. Je zult een overwinning behalen. En die overwinning heeft te maken inderdaad met een keuze die gemaakt wordt in de liefde. Waarom ligt hier de staven 7? Staan voor waar je in gelooft. Staven 7. Pentakels 7. Je hebt je zaadjes geplant. Je hebt je werk erin gestopt. En je staat voor waar je in gelooft. En je hebt ook goede hoop inderdaad dat je dromen waarheid zullen worden. Kijk, de keizer, de controle nemen over je eigen leven, de leiding nemen. Jullie eigen energie, ramenergie, in je kracht staan. Heldere, duidelijke communicatie, stappen zetten binnen een veilig kader, zekerheid, stabiliteit, een hele beschermende energie. Je beschermt ook jezelf met de staven 7, je verdedigt jezelf en je gaat voor wat voor jou goed voelt. En jullie hebben onlangs misschien inderdaad een energie gehad van ik zie geen resultaat. Ik heb het gevoel dat er stilstand is. Ik heb het werk erin gestopt. Ik ben het manifesteren, maar ik krijg niet wat ik wil. Maar daar komt dus vooruitgang in. We hebben hier die staven 7, we hebben de keizer. Je gaat de leiding nemen, je gaat actie ondernemen. En we hebben hier die kameel. Hè? Hou vol en je zult je problemen overwinnen. Je krijgt die erkenning, je krijgt die beloning voor je harde werk. En we hebben hier al die romantiek in de lucht. Kijk, en onder op het dek. Aas van Pentakels, een nieuw begin. Wat jou inderdaad ook financieel zekerheid biedt. En dit kan te maken hebben met een huis. Dit kan ook te maken hebben met een grote aankoop die je gaat doen. Een auto, een huis of een geldbedrag wat binnenkomt. Maar dit kan ook een nieuw begin zijn, inderdaad. Een relatie, een stabiele relatie. Voor de toekomst. Dus we gaan kijken welke energie eruit komt bij de persoon waar jullie aan denken. En dat kan dus ook iemand zijn waarvan je nog niet weet dat je diegene tegen zult gaan komen. Iemand zijn die je nog niet kent. Universum. Drie kaarten voor de persoon. Oeh. Nou, die stop ik even terug. Kijk, de duivel kwam eruit. Stoppen hem terug. Kijken of hij nog tevoorschijn komt. Kan zijn iemand die obsessief aan jou denkt. Want we hebben hier die geheime aanbidder. Iemand die jou niet los kan laten. Iemand die een hele sterke band, aantrekkingskracht met jou voelt. Nog twee kaarten voor de persoon van Ram. Ja, en iemand die de controle wil houden over de situatie. En die ook een overwinning wil behalen met jou. En die hoopt dat hij of zij inderdaad die erkenning krijgt. Dus dat je inderdaad hetzelfde voelt, dezelfde passie, want we hebben hier weer staven, als dat hij of zij dat doet. Boogschutterenergie zag ik zojuist weer voorbij komen. Oeh, ja, duidelijke, heldere communicatie. Dus als het gaat om een geheime aanbidder inderdaad, er komt... Of deze persoon wil in ieder geval heldere, duidelijke communicatie. Dit kan ook staan voor een inzicht, een onverwachts inzicht. Iets wat aangegeven wordt door het universum.
Nog één kaart voor de persoon van rang. Gerechtigheid. Balans in de situatie. Weegschaal-energie. Waarom ligt hier die gerechtigheid voor de persoon van rang? Gerechtigheid. Gerechtigheid. Ja, je persoon trekt zich terug. Bekijk de situatie vanuit elke ooghoek. Op de kop hier. Vissen-energie. En twijfel misschien nog, hoe komt er balans in deze situatie? Kan ik naar buiten treden? Kan ik mijn gevoelens uiten? Voelt Ram hetzelfde voor mij als ik voor hem of haar? En dan komt er een torenmoment, een onverwachts ingrijpen vanuit het universum. Waardoor er inderdaad balans komt in die situatie tussen jullie beiden. In deze connectie. Wat is het torenmoment? Waarom ligt hier het torenmoment? We hebben hier vissen-energie en schorpioen-energie. Torenmoment. Zwaarden 10, het einde van een situatie. En ik heb het gevoel dat dit het einde is van de stilte van deze persoon. Die gehangene, dus stil zijn, van een afstandje bekijken. Diegene kan jou niet vergeten, kan jou niet uit zijn hoofd zetten. Want we hadden net die duivel die eruit kwam. Die is misschien een beetje geobsedeerd door je. En gaat daar een einde aan maken. De zwaarde 10 is ook in het hoofd zitten, een ratio. Dus deze persoon houdt het niet meer vol. Komt uit die energie van de gehangene en zal naar buiten treden. En komt met communicatie met die aas van zwaarden. En heeft een duidelijke keuze gemaakt. En deze lag inderdaad in jullie energie en ook in de energie van je persoon. Keuze in de liefde. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Voor de persoon van Ram. De aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Kijk, de maan. Ondersteboven, angsten, onduidelijkheid, de situatie niet zien voor wat hij is. En dan dit verklaart de aas van zwaarden. En dat is het tegenovergestelde energie, een energie van duidelijkheid. Dus ik heb het gevoel, deze persoon gaat zijn angsten overwinnen. Gaat zijn emoties uiten, want dit kan staan voor geheimen. En inderdaad, deze persoon kan je al in de gaten houden. En heel erg aan jou denken. Heel veel passie voelen ook met die duivelenergie. Maar deze persoon wil duidelijkheid in de situatie. Gaat zijn angst overwinnen. En wil communiceren. Wil inderdaad de waarheid op tafel. Gaat zijn gevoelens uitspreken. En wil zich toewijden. Dit kan staan voor een huwelijk. De hoge priester. Dit heeft ook te maken met de zingeving. Dus je persoon heeft inderdaad in die gehangene energie nagedacht. Over wat hem of haar gelukkig maakt. En je persoon wil zich toewijden, wil een vaste relatie, krijg ik het gevoel, met deze kaart. En dit is de energie van stier, dus het kan zijn dat je te maken hebt met een stier of weer vissenenergie met de maan. Maar dit is iemand die wil stabiliteit, zekerheid. Dit kan iemand zijn die heel erg spiritueel of religieus is, ook echt vasthoudt aan traditionele waarden en normen. En deze persoon wil de waarheid op tafel, wil duidelijkheid brengen, wil jou laten weten wat zijn of haar gevoel is en wil en hoopt dat jij daar hetzelfde over denkt. Waarom ligt hier de staven 6 voor de persoon van Ram? De staven 6 voor de persoon van Ram. Ja, de staven 6. Ja, twee negens, kelken 9. Dit is een kaart van wens, vervulling, vreugde, liefde, een leuke tijd samen doorbrengen, plezier maken. Een hele positieve, warme energie, wensvervulling. Een wens die in vervulling gaat. Deze persoon wil zijn wens in vervulling zien gaan. Ziet jou als een wensvervulling. Wil die overwinning behalen en zit daarover in zijn hoofd. Slapeloze nachten, zoals ik zei, niet kunnen stoppen met aan jou denken. Gestrest zijn hierdoor. En een overwinning willen behalen. En je persoon kan te maken hebben met een innerlijk conflict. Of misschien het gevoel hebben in een soort van competitie te zitten. Het kan zijn dat jij in een relatie hebt gezeten of zit. Of een connectie hebt met iemand. En
En daardoor zit je persoon in zijn hoofd, weet niet of hij of zij naar voren moet komen en zijn gevoelens moet uiten. Het kan zijn dat je persoon verdriet nog met zich meedraagt uit het verleden en daardoor wat onzeker is in het naar voren treden in deze connectie. En dan kan het gaan over een gelijkwaardig geven en nemen. Het kan zijn dat je persoon in het verleden heeft ervaren, ja, te veel te hebben gegeven in een relatie en niet datgene terug hebben gekregen. Maar we hebben hier een kaart van healing. En we hadden die zware 3 ook, ja, healen van verdriet, pijn uit het verleden. Werken aan zelf, wederom een kaart van healen, de gematigheid, geduldig zijn en daaronder weer de zon. Groei, duidelijkheid, vreugde, overvloed. Ja, prachtige kaart. Dus we gaan kijken, wat is een eventuele uitkomst in deze situatie voor de ram? Eventuele uitkomst, universum, wat is een eventuele uitkomst voor de ram? Wauw. Schildknaap van pentakels, zoals ik zei, deze persoon wil zich uitspreken, komt met een aanbod, heeft lang gewacht. De schildknaap, de pentakels is een langzame energie. En ja, dit is wel iemand die komt met een boodschap wat stabiliteit en zekerheid kan bieden. Het kan zijn dat je persoon inderdaad nog een beetje terughoudend is, de situatie bekijkt in detail, die pentakel nog wat onzeker is. Maar er gaat een boodschap komen. En dat kan heel veel kracht kosten. Dit kan ook staan voor het temmen van het innerlijk beest. En dit is wederom leeuwenergie. Dus we hadden hier al 2 keer de zon. Leeuwenergie en nu de kracht. En dan hebben we de kelken 2. Een sterke... aantrekkingskracht, een sterke band, verbinding. En dit is wederzijds, zullen jullie voelen. En dat hadden we hier ook met die kelken 6. Het kan, ja, een soulmate energie zijn tussen jullie beiden. Deze persoon zal naar buiten treden en zijn gevoelens uiten. En ik heb het gevoel inderdaad dat jij die liefde, overwinning ook aan het manifesteren bent, ram. En dit is een hele mooie energie. Je staat in je kracht. Met die krachtkaart wat we hier hebben liggen. En dit kan ook staan voor je persoon. Die heel veel moed, heel veel durf moet hebben om inderdaad zijn gevoelens te uiten. Met de kelken 2. Dus het is een hele mooie energie. Geduld. En dit is ook weer divine timing. Ook weer het lot. Dus dit moet zo zijn. Dit is een voorbestemde connectie. Dus een hele mooie energie. Romantiek hangt in de luchtram. Liefde, diepe affectie en om elkaar geven. Nou, ik had jullie gevraagd om een vraag in gedachten te nemen. We gaan kijken wat het engelenantwoord hierop is. Universum. Graag een antwoord op de vraag van Ram. En dit gaat over april 2022... Ik wil graag een antwoord op de vraag die Ram zichzelf gesteld heeft. Wat is het antwoord op de vraag van Ram? Het antwoord op de vraag van Ram. Antwoord op de vraag van Ram. Hoho. Romans. Romantiek. Ja. Het ziet er heel positief uit voor jullie, Ram. Er gaat liefde komen op je pad in april. Ongetwijfeld. Dus resoneert het. En ik hoop dat het voor jullie resoneert. Dan geef me een like. Ook als je het gewoon leuk vond om naar mijn video te kijken. Geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En druk op die bel. Dan kunnen jullie zien wanneer ik een volgende reading post. En ik wens jullie echt heel veel geluk, heel veel succes en vooral heel veel liefde met deze kaarten die we hier hebben liggen. En tot de volgende keer. Dag!